Ik heb een afspraak met Jan Dirk van den Burg. Tada! Fotograaf des vaderlands. Ja, dit zijn foto's die ik heb gehaald van Instagram. Mm-hmm. Of valt hier iets op? Ja, ze hebben allemaal haar voor hun ogen. Er is een foto van een meneer, die werkt bij de gemeente. En die heeft van dat opvallende stekeltjes haar. Maar toen kwam ik erachter dat heel veel mensen die bij de gemeente werken... net onder de burgemeester van dat stekeltjes haar. Ik zie continu een officieel pad en dan een zandweggetje waar mensen ook doorheen gaan. Klopt. En dat is altijd de kortste weg. En die maken mensen zelf. En nu ga je mij leren hoe ik een serie kan maken? Ja. Hoe begin je dan? Nou, ik kijk gewoon om me heen, net alsof ik mezelf een soort rondleiding geef. Ja. En dan zit ik te kijken en dan denk ik van... Hey, daar zit een boeddha in de voortuin. Zie ik dat vaker hier in deze straat? En dan maak ik er 1 foto van, en 2 foto's en 3 foto's. Maar het zou ook over ganzen kunnen gaan. Ja, ik zie vaak ganzen. Dieren. Of over betegelde voortuinen. Ja, precies. Gewoon beginnen en dan hopen dat je er maar meer tegenkomt. Ja, dat is het. Zijn. Ja. Ja, stenen dieren in voortuinen. Ik denk dat wij een nieuwe serie hebben, hoor. Ik heb een hert. Ja, je hebt wel een scherp oog, hoor. Een vogel. Ja, ja, hij is wel een vogel, maar hij is wel van staal, Janouk. En dat mag niet. Moet je toch streng op blijven, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Heel veel van die fotoonderwerpen die zijn van een ondergaande zon... of dat je lekker op het terrasje zit en dan met de glaas. Ja. Altijd happy de peppy momenten. Ja. Maar als je ook eens een foto maakt als je je glas melk omstoot... zo'n hele mooie grote witte vlek. Ja. Of als je boterham met pindakaas... met die pindakaaskant op de vloer valt. Oh, dat is naar. Ja, als je daar dan 10 foto's hebt van dingen die je eigenlijk wilde eten... maar wat niet gelukt is, dan heb je een prachtige serie. Kijk nou, ik zie weer een nieuw onderwerp. Ja. Katten. Ja, maar dat vind ik weer... afgezaagd. Precies. Ja, dat is waar. Maar wacht, we zien hier natuurlijk heel veel dieren in de voortuin. Ja, dat is ook nog een tip die ik wil geven. Als je een foto maakt van zo'n stenen beest... dat je wel ziet dat je dat dier als onderwerp hebt. En dat is best wel moeilijk hier, want er staat zoveel in deze tuin. Ja, dat is een Dus je denkt van yes, ik heb ze allemaal tegelijk. Maar om ze te fotograferen is het juist moeilijker. Ja. Hoeveel foto's moet je eigenlijk hebben voor een serie? Want ik heb er nu denk ik een stuk of 7 of zo. Nou, bij mij begint een serie eigenlijk al bij 3. Oh, ja, 2 zijn 2 leuk. En bij 3 denk je al van, ja, dan begint de serie.